Ik heb zo'n kater. Nee, ik bedoel, ik ben zo aan het genieten. Nee. Maar het is wel gewoon warm. Lekker lekker aan bieren. Holy shit. Wow. We zijn lekker met de girls. En we doen er ook nog zelf Abby bij. Helemaal de shit. Hoe leuk is dit? Nee, die zijn lekker niet voor jou. Lekker het voorgerechtje gemaakt. Het lijkt net een soort melk. Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en dat betekent een nieuwe week en dus ook een nieuwe week vlog. Helemaal gezellig. Het is echt warm, maar het is echt gewoon fucking gaar weer. Het is gewoon echt warm, maar het regende net. Dus zo van, what the fuck? Wil je nou? Ik ga jullie even mijn outfit of today zien. Ik heb vanochtend al een beetje aan school gezeten. Jasje Zara, topje Chiquelle, broek H&M, schoenen Naked. Dus even een snelle check. En ik moet vandaag wat filmen voor een bedrijf. En ik heb dus aan mijn scriptie gezeten en ik ga lekker sporten. Dus eigenlijk een best wel saaie maandag, maar wel een lekker begin van de week. Helemaal top. Oké, het is alweer 4 uur. Ik heb net ergens gefilmd. Voor een promotievideo. Ik ga nu naar huis snel en dan lekker sporten. En veel editen moet ik nog. En ik moet nog op scriptie zitten. Dus. Maar het komt helemaal goed. Hoi allemaal, het is inmiddels alweer 8 uur. Ja, ik ben aan het editen. Ik heb gesport, ik heb gekookt. Wat leuk. Ik heb een leuk pakketje ontvangen. Producten die ik heb gekregen van Sweet is het. Dit is serum, lift mascara, een potlood in het bruin, in het zwart en in het wit, in een soort beige. Vet leuke looks mee kan maken. Zit ook echt goed. En een slijpertje. Oeh, die ziet er chill uit, die mascara. Holy shit. Kijk hoe mooi. Hoe chill. Maar goed, ik ga even naar mijn school. Nee, ik ga even editen. Ik wil helemaal niet meer school bij, dat was ik dat maar. Goedemorgen allemaal. Het is 7:15. Ik ben even een koffietje aan het zetten. Ik ga namelijk weer sporten. En ik denk dat er een beetje iets fout gegaan. Met een zelfbruiner. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar het is echt. Nou ja, we doen iets van haar mee. Ja, gaan we sporten, een dagje sporten en op school zitten. Super saaie dag dus, maar het moet wel gebeuren. Ik kan niet wachten tot ik ben afgestudeerd. Gewoon het laatste loodje, jongens. Jullie beseffen niet hoeveel liefde ik voor dit kopje spul heb. Ja, dit staat nergens op. Het is inmiddels alweer bijna 11 uur en ik begon echt zo'n trek te krijgen. En ik heb dit altijd om 11 uur en ik wil niet om 11 uur lunchen, maar ik wil ook niet echt een mega ontbijt maken. Want ik hou gewoon niet van iets heel zwaars op de maag in de ochtend. Toen dacht ik me, dit is echt perfecte tijdstip eigenlijk voor een Y-food drankje. Y-food ken ik al en het is echt super chill en heel lekker. Dus ik was vet blij toen ik het weer lekker in huis had. De helft zat al helemaal een paar dagen ready. Cool in de koelkast. Lekker koud drinken. Echt een soort smoothietje. Echt ook binnenin echt een vet leuke verpakking. Kijk hoe leuk. This is food. En Y-food is eigenlijk echt gewoon een maaltijdvervangende shake. Dus ja, dit is echt super chill. En dan kon ik lekker laat lunchen. Want dat vult je echt van 3 tot 5 uur. Let op, het is niet een dieetshake of een eiwitdrankje. Het is echt gewoon puur een maaltijdvervangende shake. Als je snel onderweg bent, neem je zo'n lekker drankje. En dan ga je in de middag lekker lunchen. Ik heb het nu bijvoorbeeld echt vet druk. Ik heb zoveel op de planning staan vandaag. Dus het is helemaal chill. Hoef ik niet helemaal hele maaltijden te maken. En ik kan gewoon lekker drankje pakken. En hup, let's go. Het is verder lactose, glutenvrij. En er zitten geen kunstmatige stof in. Het klinkt eigenlijk gewoon als een droom. Als een sprookje. Ik heb nu dus het testers pack. Dit is een starters package en hier zitten 5 smaken in. En deze zijn van 500 ml. De Classic Choco, Happy Banana, Crazy Coconut, Smooth Vanilla en de Cold Brew Coffee. Super chill. Deze heeft ook koffie erin. Dit zou super chill zijn
voor als je nog geen koffietje hebt gehad. Maar dat heb ik wel. Dus ik ga, denk ik, ik heb nu het meest zin in de Crazy Coconut. Ik weet nog van mezelf dat ik die heel lekker vond. Of de smooth vanille. Nee, ik ga denk ik voor de Crazy Coconut. Maar ik ga hem lekker uit de koelkast pakken. Want dan is hij lekker koud. Super chill. Ik ga het waarschijnlijk in de aankomende weekvlogs ook nog wel voorbij zien komen. Maar ik vond het vooral heel chill om even voor het sporten te nemen. Want een uur of 3, 4 en dan lekker het einde van de middag te sporten. Dan zit je lekker vol tijdens het sporten. En heb je wel gewoon goede maaltijd in je lichaam, zeg maar. En dan kan je lekker sporten en dan kun je daarna avond eten. Dat vond ik altijd echt vet chill. Het is gewoon de ideale oplossing voor als je haast hebt. En gewoon snel een goede maaltijd in je lichaam wil hebben. Oké, let's try it out. Ik weet nog dat ik deze echt vet lekker vond. Het had echt zo'n lekker zacht kokosmaakje. Oh, heel lekker. Ben jij hier nou ook nieuwsgierig naar? En dan heb je zoiets van, joh, ik zou echt wel bijvoorbeeld zo'n starterspack willen beginnen. Dat je alle smaken kan proeven. Kijken of je het wat vindt. Gebruik dan zeker mijn kortingscode Sagen voor 10. Want dan ontvang je ook nog eens 10% extra korting. En dan kan je het even uitproberen. Dus ik zou het echt aanraden. Ben je er nou een beetje sceptisch over? Of heb je nog niet echt een idee van of je bij je past? Zou ik gewoon echt zo'n starterspack proberen. En dan kan je wat smaken proeven. Kan je bedenken of je het chill vindt. Ik zou het echt aanraden. Ik vind het echt mega chill. Het is altijd gewoon fijn om iets in huis te hebben dat je snel kan pakken. Ook heb je niet gegeten. Ik kan snel weer door. Vooral in mijn drukke leven is het echt top. Dus, nou, dat is een heel chill. Nou, ik ga nu lekker werken achter mijn laptop. En het lekker op te drinken. Lekker gedoucht. Mijn mascara op en wimpers gedaan. Ik ga nu de hele dag thuis werken. Zo, je ziet mij helemaal niet eens. En nu, en nu, en nu. Ik ga echt thuis werken met Anna. We kunnen gewoon beter samen aan school zitten of zo. Je motiveert gewoon bizar goed. Dus dat is helemaal chill. Lekker sport. Hier is die Billy. Ik heb gewoon een soort echt niet door dat ik gewoon 6 dagen in de week sport. Maar in mijn gevoel sport ik gewoon helemaal niet. Omdat het zo gewenning is of zo. Het zit zo nu in mijn routine dat ik gewoon moet sporten. Heel flex. Ik weet even niet wat deze broek aan moet. Mijn moeder heeft deze maar aan mij gegeven. Maar ik weet nou net niet wat ik ervan vind. Ik moet nog even bekijken. Echt my god. Iedereen die nu bezig is met afstuderen en zo. En examens. Pretty you. Ik moet nog even door. Nou jongens, wij hebben een lunch gemaakt. Dat is echt niet normaal. Wat geweldig dit. Nou guys. Dit broodje is niet normaal. We hebben een broodje. Een donkere ciabatta, getoast in een pan met olijfolie, dan parmaham, een mixje van tomaat, pesto, basilicum, burrata, basilicum nog een beetje en pijnboompitta. Holy shit. Ja. Gewoon normaal? Die moeten mensen echt maken. Je moet hem maken. Ja. Zo lekker. Als je zo'n burrata houdt. Oh. Hoe duur was het nou uiteindelijk? 14 euro. Ja, 14 euro, maar als je dit ergens eet. Dus 7 euro pp. Mhm. Best duur. Ja. Je gebruikt zeg maar al je pijnboompjes niet, die bezoeken. Je hebt tomaten over, je hebt tranenhalm over. Je hebt van alles in de deul over. Je kunt het zelf nog een keer maken morgen. Je kan ook minder burrata doen. Ja, maar je hebt gewoon een hele burrata per persoon. Ja. Je kan natuurlijk ook een burrata delen. Kijk hoeveel burrata op één broodje zit. Ja, dat hoeft helemaal niet. Maar is wel lekker. Mhm. Het smaakt echt precies naar een soort caprese, maar dan lekkerder. Ja. En op een broodje. Maar eerlijk, die tranenhalm erbij is ook echt zo lekker. Maar je moet echt je brood roosteren in de pan. Ja. En in de pan. Ja. Niet in de brood roosteren. Nee. Echt broodje rust in de pan. Oh, dat is zo lekker. Dit loopt me ziek. Maar wat is nou het verschil? Tussen tranenham en. Ja. Nee, dit was prosciutto. En er lag ook. Weet iemand dat? Het verschil tussen tranenham en prosciutto. Dit zag er wat zachter uit. Ja. De andere is iets harder en zouter, denk ik. Mm-hmm.
Je kan het niet ergens eten daar. Nee. Nee, zeker. Nee. Ik twijfel dit. Ja, maar dat brood is te hard om te snijden. Ja. Het is echt een heel stevig brood. Moet je er nagaan hoe sterk je tanden zijn? Ja! Dat is niet normaal. Dat ruikt het zo door. Je mes komt er niet bij. Zo, nooit even nagedacht. Scherp. Het liefst bijt ik ook zoiets af met mijn tanden als het niet lukt. Maar ja, dat is ook super slecht voor je tanden. Oh! Kolonisten. Ik heb echt heel lang niet aan. Nee? Ik pas nog. Met Stan, zo leuk. Ik heb het ook nog spelen. Nee. Maar ook mijn ouders erbij, is voor mijn rassen. Jongens, wij zitten hier heerlijk te werken in dit huisje. Lekker uitzicht. En we hebben pokeballs besteld. Dus het werken door, het harde werken door. Nou, kijk dan hoe dit eruit ziet. We hebben gewoon zalm en tonijn. En we doen er ook nog zelf Ebi bij. Het ruikt echt amaze. Het is inmiddels gewoon alweer 9:45. André is al een tijdje naar huis. En ik zit hier gewoon nog steeds te werken. In ieder geval ben ik nu wel klaar. Maar, oh my god, zie je in mijn ogen te wrijven. Maar oh my god, wat kan ik hier chill werken. Het is echt niet normaal. Je zit hier zo chill, lekker, helemaal afgelegen. Want mijn huis is... Wacht, ik loop er even kort heen. Anders denk je, waar heb je het allemaal over? Kijk, de bewoonde wereld is zeg maar soort van daar. En je hebt hier echt een ziek mooi uitzicht verder op mijn tuin. En daar lekker aan het water en het zonnetje schijnt erin. En ik heb hier gewoon heel de dag gezeten en gewerkt. Het was zo fucking chill. En we hebben hier dus ook stroom. Dus dat scheelt ook heel erg. Het is helemaal chill gewoon. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik ga lekker sporten. Cardio time. Oké, ik heb een lekker koffietje. Die ga ik opdrinken en dan haalt Annem op. En ga ik sporten. Alright, het is inmiddels 9:15 of 9:50. Ik heb lekker gesport. De batterij is bijna op. No! Oké, ik ga even nieuwe batterij erin doen. Oké, het is inmiddels 9:15. Ik heb heerlijk lekker gedoucht en mijn haar gewassen. En lekker gewoon de hele grote schoonmaak. I love it. Ik heb dus een beetje een eyelinertje op met die... potloodjes die ik dus had gekregen van deze. Heel chill. En ik wilde nu eigenlijk even de mascara uit gaan doen. Maar dit is dus met een bruin kleurtje. Ik vond het wel leuk. Een beetje concealer op en zo. Niet zoveel. Ik ga vandaag lekker varen met Stan. Maar vanmiddag pas gaan we lekker eten op de boot en varen. En helemaal leuk. Maar toen ik net thuis kwam zag ik dat er een pakketje van Chiquel lag. Dus ik laat jullie de nieuwe items zien. Ik heb ook kortingscode Sarah20. Eigenlijk altijd. Kan je altijd gebruiken. Maar ik ga even laten zien, want ik heb zulke leuke items. Oké, als eerst deze super... Oké, dit kan echt niet. Super chille spijkerbroek. Hij is wat aan de strakke kant. Als ik zeg maar zit, dan gaat wel echt zo Yvette rol eroverheen. Dus, maar zit verder wel gewoon mooi en aangesloten. En zit een leuk splitje, dus dat is helemaal leuk. En daarop heb ik deze top. Heel leuk. Top zat hier ook een bijpassend broekje bij, maar die was uitverkocht. Maar goed, dit is in ieder geval heel leuk. Deze heb ik maat XSS en deze heb ik maat 38. Dan dit mega leuk topje. Even serieus, hoe leuk is dit? Van achter zo'n mooie open rug. En deze heb ik in de maat XSS. En dit vind ik echt leuk op spijkerbroek of in de zomer op een leuk kort broekje. En hoe leuk is deze kleur tas erbij? Helemaal de shit. I fucking love it. Echt zo'n lekker zomertopje. Dan dit leuke topje. Ze hadden echt zoveel schattige topjes. En ik had echt nieuwe topjes voor zomer nodig. Want als ik een topje een paar keer aan heb gehad, ben ik er eigenlijk alweer zat. Maar dit is echt helemaal cute. Leuk in een kleurtje. Ik vind het niet zo leuk met spijkerbroek. Maar en van achter is hij ook heel erg mooi. Helemaal schattig. Ook leuk met mijn paarse tasjes. Hoe leuk staat dit? En dan op een witte broek of zo. Ik vind het echt helemaal cute. Helemaal leuk. Dan heb ik deze geweldige top. Hoe leuk is dit? Even serieus. Ik vind dit dus zo leuk. Maar dit is echt heel leuk. Ik vind dit ook echt heel leuk op elkaar staan. Ik vind die broek echt heel goed bij deze top passen. Helemaal cute. En ik heb deze in maat M. En ik vind hem best wel een soort strak. Hij zit echt perfect. Ik bedoel ook niet dat je vette rollen hier uitkomen. Maar heb je normaal het M?
zou ik echt maat L bestellen. Ik heb normaal wel maat S, XS met topjes. Want ik heb wel wat smaller bovenlichaam en wat bredere onderkant weer. Echt, ik pas nooit broeken zo wat, as you can see. Maar hier ben ik wel wat smaller, dus hier heb ik normaal wel S. En ik dacht al van, ik neem een M, want zo komen hier echt zo die vette rollen tussendoor. Dacht, dat is heel lelijk. Dus ik zou echt een maatje groter bestellen. De volgende top is dit. Deze vind ik ook echt super leuk. Ik heb er nu van die pads onder, maar ik vind het echt zo'n Curaçao top dat je over je bikini heen doet. Dus ja, anders schijnt het heel erg door, want het is echt gewoon letterlijk doorschijnend. Achter is hij ook weer heel mooi open, dus dat vind ik ook heel leuk. Dus ja, helemaal leuk toppie. Helemaal leuk voor de zomer. Maar ik denk dat hier in Nederland is wel heftig. Ja, of met die pads eronder, maar dat zie je dus ook zitten. Dus ja, dat eigenlijk. Dan deze vet leuke top. Even serieus. Dit is toch echt, ja, het klinkt heel overdreven, maar ik vond het echt geweldig. Het is wel echt sexy, maar wel heel leuk. En hier draag ik dus ook die pads onder. Elk topje die ik net aan heb gehad van Chiquelle, draag ik die pads onder. En die pads heb ik gewoon letterlijk uit een bikini gehaald. Dus letterlijk gewoon zo'n witte pad. En ja, als het topje gewoon, zeg maar, soort strak is, blijft het gewoon zitten. Maar hoe leuk is dit? Ik vind het echt, ja, ik vind het zo leuk. Maar ik weet niet echt wanneer ik het aan zou doen. Maar ik vind het wel echt heel leuk. Leuk oranje tasje erbij. Dat is toch helemaal de shit. Heel leuk setje hier op deze rok. Maar dit is gewoon weer datzelfde soort gaas. Wat echt gewoon super erg doorschijnt. Dus ja, dit is echt ook weer een Curaçao. Ja, je ziet het misschien er zeg maar gewoon doorheen. En van achter al helemaal. Dus dit, ja, of je moet hier een broekje onder. Maar hij is wel heel leuk. Kijk hoe leuk die franjes aan de onderkant zijn. Maar nee, hier, dit is echt een Curaçao of Spanje of zoiets. Maar ik weet niet hoe ik dit in Nederland moet dragen hoor, jongens. Want het schijnt gewoon echt vet door. Maar in ieder geval, dit waren alle items. Helemaal happy mee. Ja, je kan dus een kortje Curaçao 20 gebruiken. Lekker shoppen. Oh, de meid zit weer heerlijk op de plekje. Hoor je de vogeltjes fluiten? Het is toch echt helemaal geweldig dit. Dit is toch super chill. Waarom heb ik het in eer gedaan? En ik ben dus achtergekomen dat letterlijk daar om de hoek ook een stopcontact is. Super dom. Dus nu heb ik gewoon lekker een stopcontact dichtbij. Voor de mensen die het afvragen, wat mij heel erg helpt is concentreren van het maken van het verslag of leren of whatever. Is het luisteren van deze muziek. Het zijn gewoon letterlijk beats to relax, study to. En ik heb dit van mijn broer en ik doe dit echt al 4-5 jaar met school. Dit is de playlist. Ik zal in de beschrijving zetten. Ik heb net lekker cheese dippers op. Ik vind het zo lekker. En ik heb lekker een koffietje. En vanmiddag ga ik dus varen. Nou ja, vanmiddag om rond 4 uur. En dan lekker eten met zon op de boot. Dus ik kan daar echt niet op wachten. Het is inmiddels 4:30. En ik heb echt de hele dag heerlijk hier gezeten. En gewerkt. Helemaal chill. Maar we gaan nu lekker varen, Stan en ik. Dus dit is echt mijn nieuwe huiskamer, jongens. Het is zo chill. Maar ik ga nu varen, dus ik ga even naar de supermarkt, even boodschapjes doen voor het eten op de boot. En dan gaan we lekker varen en gezellig en leuk. Dus ja, ik ga een beetje opschieten, want ik ben een beetje aan de late kant. Goedemorgen jongens, echt zo stom. Ik baal zo van mezelf. Heb ik al gisteravond niet meer gefilmd op de boot. Ik vergeet zo om te vloggen met Stan. En daardoor krijg ik ook heel vaak de vraag van, heb je nog wat met Stan? Hoe is het met Stan? En dit. Maar ik heb gewoon nog met Stan, alleen als we samen zijn, dan weet ik gewoon om te vloggen. En dan ben ik gewoon nu met mijn telefoon bezig. En zijn we gewoon lekker samen. En ik heb het zo gezellig dat ik gewoon niet met mijn telefoon bezig ben. Niet altijd heel gezellig hoor. We hebben ook wel eens ruzie. Maar dat hoort toen bij. Maar ja, dat is natuurlijk. We hebben nog een relatie. We hebben al 1 jaar, 7 maanden. Het gaat hartstikke goed. Dus don't worry about it. Nou jongens, we zijn weer aan het werk in het huisje. Het is alleen niet zo mooi weer als dat het normaal is. Maar het is wel gewoon warm, dus we zitten wel gewoon chill. Maar het gaat echt elke minuut keihard regenen. Nee, nog druppels. Ja? Ja, ik hoor het. Ja, de hol gaat straks hier heel goed. We zijn heel buiten adem, we hebben gerend. Ja, we hebben heel hard gerend. We zijn naar de wc. We dachten, oké, we moeten nu naar de wc, want anders kunnen we niet meer naar de wc. Al de tijd mee. Waarom is die lucht daar zo oranje? Hoe is het hier zo donker? Ja. Zeg maar, boven die luchten. Je hebt wel we kunnen een lampje aan doen, hè? Daarachter. Echt. Nou, kijk hoe cute. Zit er geen dekseltje op? Nee. Oh, wacht. We moeten even zo. Ja, dat is er gewoon buitenstopcontact of zo. Nou, hoezo zie je nou weer die lampjes niet op camera? Hoe kan dat?
Kijk, zo kan je het een beetje zien. Nou, in het echt ziet het echt fucking erg, maar niet uit. Zo, wij hebben een partij een goede lunch gemaakt. Lekker noedels. Met, oh, het is echt één brok geworden. Ik heb misschien twee gasten of zo. Mooi. Noedels met kip en garnaal. En dan hebben we lekker eitje doorgedaan. Zo graag kip garnaal flavor, maar er zit helemaal geen kip of garnaal in. Nee. Flavorer. Let's try. Oh, wat we er ook nog in kunnen doen was kaas. Al heel veel met die ei. Ja. Maar dat doe je meer als je echt losse noedels hebt zonder kruiden, denk ik. Maar dan heb je van die cheesy noedels. Oh ja. En ook niet echt ei, denk. Nee. Zo. Hij is lekker. Oeh, ik heb nu ook honger. Ik heb net ook noedels op. Maar echt? Die saaien. Nee, die zijn lekker voor jou. Die blauwe heb ik al. Ja, fantastisch. Welke? Dat is teriyaki. Dat is heel lekker. Maar dat is gewoon, je hoeft er alleen gebakken ijs bij te doen, dat is lekker. Teriyaki? Hoe heet dat merk? Nee. Ja, die moet je echt even proberen inderdaad. Maar dat kan je sowieso niet kopen in de spa. Hey, waar koop je moeder dat altijd? Ja, voor mij zou je het gewoon bij de koop en bij de Albert Heijn halen en zo. Hoe heet die, dat merk dan? Ja, ik ga even kijken. Hij staat er nog. Want heel vaak, als je naar Albert Heijn of zo in de Jumbo gaat, heb je echt tering van soorten noedels. Weet je wat ik dat zo grappig vind? Als ik thuis ben en ik ben niks echt aan het doen, dan zit ik op de bank. Als het nu naar thuis is, lopen ze 100 rondjes. Als ik thuis ben? Ja. Ik lig ook op de bank, hè? Nou. Maar ik loop ook rondjes. Ja, maar ze is gewoon druk. Ja. Ik ben druk in mijn hoofd. Kijk, dit is hem. Cup noodles. Zo. Kijk aan. We zien ook in de vlog. Het is echt heel lekker. Oh! Yeah, en dan is gebakken uitjes eroverheen. Ja, doe ik gebakken uitjes eroverheen. Peperzout. Oh. Dan maak je er een maaltijdje van. Ja. Dan is het ook echt genoeg voor een maaltijd. Dan is het echt zo'n heel kort voeding. Maar ik denk dat dat ook meer in zo'n beker meer zit of zo, als in zo'n pakje, of niet? Weet niet. Ja, ik weet niet. Nee hoor. Nee? Denk ik niet. Maar... Ja, en een bak is meer on the go. Soep voor bak. Ja. Oh ja. Maar dat is lekker. Dat moet je wel bij die ene doen die uit het vliegtuig geweest, weet je wel. Ja. Zo, die bosui maakt het wel echt goed ook hoor. Ja. Maar ik kom niet meer bij, hè? Ik denk niet dat het fret. Nee. Ja, ik had je eigenlijk wel nodig voor mijn brainstorm sessie foto. Ja, godver. Wanneer ga je brainstormen dan? Straks. Plak niet naar erin. Ik moet echt best wel te kijken. Weet je, deze maand was ik altijd echt heel erg kritisch met schoonmakers uit thuis. Ja. Ik dacht, ik laat het gewoon helemaal los. Dus ik heb nog geen enkele stofzuiger zo. Maar ja, die haren, jongen. Wat goed voor jou! Het is echt bizar. Dus ik moet echt een stofzuigerrondje klaar. En even de was bij jou, want ik ben echt een beetje klaar met al die was. Nina is zo'n huiswifey. Ja. Zit daar een grote spin? Moet je kijken. Kijk hoe Nina erbij zit. Ze zit met een ding op haar hoofd. Ook ding. Wacht, laat het zien. Doe je hoofd naar voren. Ja. Wat is dat? Zo'n massageding. Nee! Nee, wat een wijf, jongen. Wat? Zo mooi. Dit is zo lekker. Een gevoel is dat je hoofd vastpakt of zo. Ik ga dit niet opkrijgen hoor. Oh, ik wel. Oh. Maar ja, je hebt ook heel brood al. Ja. Maar wel goed gekeurd? Ja. Oh, je bent zo cute nu. Het is echt zo. Het is inmiddels avond. Ik ga lekker make-up ophalen en mijn bed in en zo. Helemaal zin in. Oh, wacht. Ik ga eerst even mijn bed opruimen. Beetje een troep. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, het is maar 9:30. Helemaal chill. Helemaal chill. Goedemorgen allemaal. Zo. Het is vandaag vrijdag. Ik ga zo meteen gezellig lunchen met mijn nicht. Ik heb dit topje aan. Helemaal leuk. En gewoon een spijkerbroek. En ik bedoel lunchen. Ik ga ontbijten ergens. Het is nu 9:00. Dus ik kom er zo aan. Maar ik ben stuck. Ik weet gewoon niet wat ik aan moet voor. Oh my god, yes! Er kwam echt een pakket binnen net door de post. Waar ik echt super lang al op aan het wachten. Nou, waar ik heel erg benieuwd naar ben al heel lang. En dat is van Smoothly de Gut Support. Ik zie dit echt overal voorbij komen op TikTok. En zelf heb ik heel erg last van een opgeblazen buik. In de ochtend is het helemaal plat. En zodra ik dat heb gegeten, dan is het gewoon helemaal opgeblazen. Ik heb nu nog niks gegeten, maar ik kan echt... Mijn buik helemaal zo uitzetten, omdat het gewoon
Ik heb gewoon last van mijn darmen snel. Mijn moeder heeft dat ook. En dit helpt dus. In de water doen en dan shaken en dan dat nemen. Elke dag even zo'n scoopje. Dus dat gaan we doen. Oh yes, er zit zo'n scoopje bij. Chill. Perfecto. Precies even zo'n scoop. Het lijkt net een soort melk. Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Het smaakt een beetje fruitig. Het is niet heel vies, maar ook niet lekker zo. Als het maar helpt, hè jongens. I will give you guys an update. Over een week of misschien twee, als het heeft geholpen. Je lichaam moet er in het begin namelijk aan wennen. Het is niet meteen pats, boom, je opgeblazen buik is weg. Het is gewoon goed voor je darmflora, dus dat is gewoon altijd top. Ik ga zo meteen lekker sporten. En ik kreeg pas ook de vraag waar ik mijn motivatie vandaan haal om zoveel te sporten. En ik zeg je één ding, er zijn veel dingen. Maar één ding wat me heel erg helpt is leuke sportsetjes. En mezelf voelen in mijn sportsetjes en denken, I'm that bitch. Let's go. En als je gewoon lekker in de spiegel kijkt en doet je oefening en je ziet er goed uit. En denk je echt, yes! Woo! Ik heb weer van mijn favoriete sportmerk, as you guys know, Stronger, allemaal leuke setjes gekregen. Dus wil ik jullie graag aan jullie laten zien. Of course heb ik ook een kortingscode. Dit is SARAV20 voor 20% korting. Die is aankomende 2 weken geldig, dus wees er snel bij. Link staat in de beschrijving, kan je alles even checken. Dus... helemaal leuk. Ik ga ze aan jullie laten zien. Ik heb hier alle leuke setjes. Ik heb een leuk zomerkleurtje. Printje, zwart, nude, tintje. Nou, ik ben helemaal benieuwd. Let's unpack it. Dit is het eerste setje. Ik vind deze kleur dus echt geweldig. Hoe leuk is dit? Echt een soort koffiekleurtje of zo. Hij is lekker hoog. Lekker een topje. Ik heb trouwens alles in maat M. Dus dit is helemaal mooi. Alles komt er helemaal mooi in uit. Kan lekker in bewegen. Helemaal chill. Deze is denk ik nog mooier als je nog meer tanned bent in de zomer. Geweldig. Dus dit is het eerste setje. Echt heel erg leuk. Deze vind ik echt wel leuk. Misschien doe ik deze zo meteen wel aan met sporten. Even kijken. Dan hebben we hier het volgende setje. Even serieus. Ja, ik vind het echt geweldig. Hij is wel lekker opvallend met zo'n printje. Maar hij is niet te heftig, zeg maar. Hij is niet echt dat je denkt van, wow. Oké, jij bent er ook. Sport-BH, heel chill, zit echt super mooi. En zo zit hij van achter, heel mooi gekruist. Dan de legging zit ook heel lekker. Je kan er echt super chill in bewegen. Voelt echt super stretchy, dus dat je niet er doorheen scheurt of zo. Van achter zit het ook echt heel erg mooi. Super leuk. Heel leuk setje ook. Echt. I'm loving it. Ik ben dood, want het is ook echt super warm buiten. Maar leuk. Nou, nu kan ik niet meer kiezen welke ik zo meteen aan moet doen. Dat weet ik nu al. Oh my god. Dan dit geweldige pak voor de zomer. Of voor de lente nu al. Het is echt zo heet in die sportscholen, jongen. Dat is echt niet te doen. Maar hoe leuk is deze? Ik vind dit echt geweldig. Hij zit zo mooi. Van achter dus zo. Heel leuk. Echt amazing. Zo ziet een kont eruit. En zo. Laat het zien op Insta. So don't believe what you see on the gram. Hey, dit is toch geweldig. Ik vind het echt geweldig. Leuk kleurtje ook. Heel chill. Dan eventjes tussendoor. Dit super leuke chill pakje. Kun je gewoon lekker thuis in sporten. Of naar de sportschool toe. Lekker open ruggetje, helemaal chill. Lekker chill broekie. Maar kan je ook lekker heerlijk in chillen in de zomer. En daarbij zit ook nog een heel leuk vestje. Dit vestje kan je er ook nog overheen gooien. Hoe chill. Ook lekker op een stranddagje of op een bootdagje of zo. Of je gaat lekker volleyballen op het strand. Ik zeg maar wat. Dan is dit helemaal chill. Het is echt, het zit zo lekker zacht en zo top. Je kan er zelfs desnoods nog in slapen. Dus super leuk chill pakje even tussendoor. En dan gaan we nu denk ik naar mijn favoriet. Dan heb ik hem dus ook nog in het zwart. Ik vind het zo leuk met dat glimmende detail. Die randa. Ik vind hem heel leuk. Lekker voor in de zomer. Heerlijk. Ik had nog niet zo'n leuk zwart basic kort setje voor in de zomer. Zo'n van achter dus weer zo. Heel mooi.
heel erg nice. Dus ja, dit setje. En die heb ik ook nog met een lange legging erbij. Dat ga ik denk ik nu gewoon aanhouden. Want ik ga meteen sporten. Dus wel is gewoon het handigst. En ik vind deze setjes gewoon echt heel mooi zitten. Oké, dan dus met de lange legging. Ja, ik vind deze set, deze collectie bedoel ik, echt geweldig. Echt heel erg leuk. Helemaal obsessed. Ik heb echt nog nooit zo chill in een sportset gevoeld of zo. Ik vind het helemaal chill. Vergeet dus niet mijn kortingscode te gebruiken. Staat hier, maar ook in de beschrijving. En dan ga ik lekker sporten. Echt fucking veel zin in. Zo, ik heb lekker mijn sportset aan en ik ga sporten. Nou jongens, we hebben zo fucking lekker gesport. Niet normaal, hè? Ja. Laatste vorige keer was het ook al zo. Maar we hebben een nieuwe routine. Ja. En die is veel beter. Het is zo top. Ja, we doen maar ook we gewoon wat aan. We hebben niet echt een nieuwe, nee. We gewoon aanpassen. Ja. En een beetje apparaatjes erbij. En minder focus op dingen waar we minder bicep en zo. Maar dat boeit ja, dus gewoon niet. Liever rug. Meer nodig hebben, zeg maar. Ja. En dan doen we morgen cardio en doen we er ook nog een beetje buik bij. Dus dat is helemaal top. Dus helemaal leuk. Ik heb me helemaal klaargemaakt, want vanavond gaan Nina en ik dus koken voor Stan en Daan. Gaan nu boodschapjes doen en daarna lekker dineren. Mijn mascara is echt niet goed gelukt. Maar goed, ik wacht nu op Nina. Ik heb lekker een koffietje. En dan gaan we boodschappen doen. Nou, we zijn lekker met de boys. En we hebben lekker het voorgerechtje gemaakt. Kijk hoe goed het eruit ziet. Wauw. Een beetje avocado. Avocado, tonijn, komkommertje erin. Nou, we kunnen wel bij een restaurant gaan werken, joh. Oeh, helemaal lekker. Nou, we gaan door. Hoofdgerechtje. Lekker biefstuk. Asperges. En we gaan nog frietjes bakken. Helemaal heerlijk. Die brood. Die broodjes. Oh ja, de brood. Gewoon lekker broodje om te dopen. Heerlijk. Nou, kijk eens hoe goed. Ik ben helemaal benieuwd. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer zaterdag. Oh, wat een fel licht zeg. Oh, ik heb ook echt koppijn. Het is al 1 uur hoor, maar ik ben al 2 uur lang wakker. Gisteren was echt trouwens super gezellig. Maar, oh. Ik heb wel alvast mijn sportoutfit aan. Helemaal top. En ik ga even lunch maken. Hallo allemaal, het is inmiddels 6:15. Ik heb lekker gesport en gedoucht. As you can see. And I look like a sweaty. Maar ik ga naar Nina nu, want dan gaan we lekker samen pokeball eten. En opmaken. En vanavond gaan we gezellig uit. Nou ja, naar Stamkroeg en cocktails drinken. Nou, ik ben bij Nien en we gaan lekker opmaken en omkleden. Nou, we zijn een beetje omgekleed, maar doen wat ziet er nog niet uit. Even opfrissen. Ja. Nou, de meid is helemaal ready. Ik heb mijn haar lekker gekruld, make-upje op, veel beter. Leuk topje aan, even geswitcht met... Nou, ik was gewoon je naam kwijt. Oh, nee. Ik had net ook, moet je een make-up doekje eroverheen halen. Ja. Dus heel leuk topje van Chiquelle, broek ook van Chiquelle en schoenen van Naked. En helemaal ready to go, doen we Nuno back erbij. Helemaal leuk. We zijn lekker met de girls. Lekker cocktails drinken en lekker eten. Maar daar shot gewoon. Heel mijn video echt wel leuk. Gelijk leuk, ja. Dat is echt heel leuk. Even een shot van Sophie. Ik heb ski. Ik heb ski.
Hallo, goedemorgen. Zonder zorg. Ik heb veel gevlogd gisteren ook. Echt? Oh, dat heb ik niet gezien. Wow, kijk hoe mooi. Wow. We zijn bij onze oude vertrouwen Mac, maar hij is helemaal... We zijn er gewoon twee geworden nu. Ja. Maar kijk, digitale borden, alles. Ja, oké. Okay. Hij is helemaal vernieuwd. Wat gaan jullie nemen? Ik wil echt een rappie. Ik wil Kim Nuggets. Ik neem cheeseburger en een mini friet. Ja, dank je. En we zijn een beetje chaotisch. Ik moet even drinken. En een kleine Fanta. Ja! Ja. Nee! Dat wil ik niet! Ja. Sprite! Poep! Jezus, jongens! Ik haat jullie! Poep, wat is dit nou weer? Ja, ik wil een bakje. Ik wil een bakje. Kom ze dit niet even breder maken? Ja. Hey, konden ze überhaupt niet gewoon het hele kutding weghalen? Nou, ik ga die ballonnen meenemen, ik zweer het je. Ik ga er gewoon even fijn prikken. Nee, niet doen. Doei! Maar waar, is dit nou de grote verbouwing? Ja, serieus. Ja, dit hadden ze heel veel kunnen verbouwen. Dit kunnen ze verbouwen. Hoezo moest hij dan dicht? Dit konden ze toch ook gewoon. Nee, dat kon niet. Oh. Dan moet je er zeg maar in. Dit wordt wel helemaal vernieuwd. Oh, nou, het ziet er niet uit. Hé, hey, oh. Nou, Het is mijn Waar is het voor mij dan? En dan gaan we tijdens de start kijken. Gisteren ook zo. Ik word gek van jullie. We staan allemaal op mijn door. Doe uit! Kijk met z'n allen. We zullen mijn moeder het hoort. Want ik moest je auto halen en zo. En dan gaan we tijdens de start kijken. Toen mijn vriend weer aan met mijn auto. Papa en ik gaan tijdens de start. Papa en ik rijden. Nou, dan ga ik rijden en dan ga ik in de auto deze verder kijken op zijn telefoon. Kijk dan. Ik ben benieuwd wat je moeder zegt. Besef dat mijn moeder dit hoort. Ja! Hey! Dankjewel. Hey! Bedankt. Jongens, wat een chaos met jullie. Hey! Wat had ik namelijk in mijn tasje? Hey! Echt? Jongens, dit gaat helemaal fout. Hoe breek je, hoe open je dit? 4 meters per jaar. Jongens, ik heb nog nooit zoveel zin had. Nee, dat is niet waar, maar. Nou, nee, ik had er wel zin in. Ik had ook heel veel zin. Kijk hoeveel vliegtuigen ze hebben. Op het moment dat ik het woord Mac hoorde, wist ik het al. Ik ga gewoon meteen aanvallen. Hier, een chicken negro. Ja, ik heb lekker kippies. Frietje. Oh nee, dat is ook niet waar. Mag geen friet. Nee. Doe maar mij delen. Ik heb niet aan. Hier, iemand mag ook een kip. Dit moet je echt terugkijken als je het vlog hebt. Nou, dat heb ik niet. Kopje. Nee! De burg. Burga. Kijk ook jou. Kijk ook jou. Wie je gebeld hebt. Ja. Nu in papa Saar Daan zijn. 69 keer, holy moker. Ja, maar het is het nou weer. Slaat helemaal nergens op. Mm. En je stand opnemen? Ja, lang. Oh. Ik weet ook dat wij die video gingen opnemen dat gewoon die radio de helft van de video aanstond. Dat is erg. Ja. Jongens, ik heb zo'n kater. Nee, ik heb helemaal geen kater. Zo. Ik bedoel, ik ben zo aan het genieten. Nou. Zeg maar, zonder woorden is wat wil jij nou weer? Ik bedoel... Oh! Ik bedoel, dat wij zijn allemaal een soort zo brakkig en... Ja. En melig. Dat we gewoon, ik kan niet eens meer kouwen. Ik zit gewoon helemaal vol door te slikken. We zijn zo melig over de avond die we hebben meegemaakt gisteren. Ja. Ik voel helemaal nergens. Het was zo gezellig. Ja. Oh? Kijk dit. Maar ik vond het zo gezellig, meiden. Ik heb echt een tijd niet zo'n gezellig avond gehad. Nee. Maar dat is wel heel druk. Ik zag ook dat jullie wel meer dan normaal. Ja. Normaal zie ik jullie nooit. Nee. Dat is echt zo. Ik vond het zo mooi. Ik kwam binnen. Ik zag die meiden bij de bar staan. Ik rende naartoe. En we gaan met z'n drieën springen. Ja. En ik krijg gewoon een heel glas drinken over me heen. En het boeit me gewoon niet. Nee. Jij bent gewoon een hele avond nat geweest. Zeker nat. Ja. Maar het boeit me gewoon niet. Maar dat kan ook niet. Dat kan ook niet drogen. Nee. Want het was gewoon een heel glas en het is daar al heel erg vochtig van al het zweet. Ja, en ik had echt zo'n satijnen stofje aan, dus je ziet het ook heel erg. Normaal boeide me echt, maar... Nou, mijn krullen waren ook helemaal uitgevallen. Gewoon helemaal uitgezweet en dat. Ik vond het leuk uitzien, eerlijk gezegd. Ja? Ja, jij zei het nog tegen mij. Ja, nou, ik liep nog naar af toen ik zei dat jouw haar een beetje uitzag, een beetje weet. Ja. Dat is zeg maar gewoon zo'n... beetje waste. Dat zei je dan maar, ik dacht niet, kijk eens, daar is een beetje. Nee, wat slecht. Maar komen jouw haar niet op de kant. Oh ja, het is duidelijk beeld.
Jij zegt, plakt het aan mijn gezicht of zo? Ik zeg, plakt mijn gezicht? Nee, helemaal leuk. Maar wie kwam erop om tegen die muur aan te staan? Zeg maar, op die... Jullie twee, ik ging erbij. Ik ging als eerste opstaan. Anne gaat sowieso op een tafel aan de muur staan. En het was helemaal leeg daar. Opeens komt heel de kroeg daar staan. Ja. Oh, ja, dat was zo mooi. Nou. Ik heb het warm! Ja. Jij stond ook op die... Nee. Oh ja, op dat hoekje, bij de wc's. En Sita dacht echt, wat is dit nou weer? Ik ging op dat hoek. Daar... Ja, Sita, die... Wat heb ze nou, had ze nou een shotje gegeven? Ja, het had ze een vleugel gegeven, toch? Nee, die heb ik gekocht. Oh. Oh. Nee, maar toen was een vleugel. Nou, ja. Hebben jullie nog een keer vleugel? Nee. Nou, toen we boven op dat bankje stonden, toen moesten ze zo lachen, toen had ze ons een vleugel gegeven. Nee, die heb ik gekocht voor jullie. Oh. Heel verhaal toch gemaakt in de hoofd. Ja. Voor jou ging het heel anders dan zeg maar wat. Ik wil mijn frietje ook. Ja, wij kwamen net Sita tegen. Echt? Ja. Zo leuk, maar iemand met haar zwaaien. Waar? Ja, daar bij dat parkeerplaatsje was van. Oh! Zij liep zo maar daar aan de overkant. Ja. En wij zitten zwaaien en ze zien ons twee, maar samen herkent ze ons denk ik. Apart weet ik niet hoor. Ik heb haar nog nooit bij te buiten gezien. Ze herkent jou echt wel hoor. Ja. Ach. Ze ziet je elke week in het water. Ze kwam helemaal uit zichzelf van, moet je water? Iemand kwam naar mij toe die zegt, hoe hou je het hier nog wekelijks vol? Het moet echt een soort cirkel. Ik denk, wat zie je er mij nou? Ik heb je zeg maar een jaar niet gezien, vraag gewoon even van, gaat het goed met je ouders of zo? Hoe is het met de gezondheid? Ja. Heb je ziekte of zo? Gaat het goed? Zo, ik ga echt, ik heb zo lekker sushi besteld bij Sky Asia. Heb je al besteld? Ja. Met wie ging je nou eten? Oma, Amber, Emiel, ouders, Stam. Leuk! Heel leuk. Leuk staat dat shirt ook. Echt? Ja, is van Stam, ja. Ik heb rood bij niet meer gewend, maar vind ik wel heel leuk staan. Nee, ja, helemaal niet. Ik heb nooit rood. Nee. Dat is wel grappig, ja. Oh, ik moet zo genieten. Nou, ik vind het wel heel grappig hoor, dat die Mac open is. Zo echt grappig dat de Mac open is. Ik bedoel, leuk vind ik het. Maar wat ik wel wil zeggen is dat ik blij ben dat ik het heb. En? Wel een beetje misselijk. Ik wil net zeggen dat ik het juist goed doe. Oh. Ik had echt nog niks gegeten. Ik heb zo'n honger. Ik ben nog niet af. Een lekker croissantje, joh. Maar lekker. Mm. Ik ben er niet achter of het nou goed doet of niet. Nee. Op dit moment bij elke hap denk ik lekker. En elke keer daarna denk ik. Ja, als die valt. Dan... Nou ja, dat moet nog blijken dat als we gaan auto rijden. Ja, dat is het. Wil iemand een kipling gaat? Nee. Nee. Oh. Ik ben dus voor de kipling dus afgestapt. Ik vind het ook saai. Ja, oh. Een soort geen smaak. Ja. Oh, nou, heb je dat? Ik heb ook iets bestaan met mijn kipling gaat. Omdat ik vind dat elke hap een soort hetzelfde is. Er zit geen variatie aan. Ik kan het niet aan. Meen het. Kipnuggets zijn echt mijn leven. Ik kan het niet aan. Ik heb gewoon een hele frietsaus genomen voor mijn cheeseburger. Nee, ik heb het ook bij een McChicken. Een McChicken vind ik sowieso niks. Nee. Dan vind ik laatst ook te veel kip zonder iets van een tomaatje of zo. En dit vind ik zo lekker van hier. Ja, die is wel lekker denk ik. Een hapje? Nee. Nee, echt niet? Jawel. Dit hap is niet normaal. Als ga ik hem de... Kijk er aan. Sorry, maar je hoeft saus. Oh ja, mooie mustard. Nou, ik heb helemaal niet door dat die camera er nog stond. Nee. Ja, lekker. Ik wil echt nog vertellen over avond, maar ik kan niet echt op camera. Ja, nou, doe maar uit. Zo, ben ik wit? Ja, dan komt het licht al. Ja. Morgen allemaal, het is inmiddels alweer de andere dag. De andere dag, de volgende dag gewoon. Gisteren heb ik lekker sushi gegeten. Met mijn neefje en mijn schoonzus Ta en mijn oma, mijn ouders en Stan. Het was echt super lekker. We hadden bij Sky Asia gehaald. Dus een soort nieuwe tent volgens mij in Alphen. Helemaal chill. Ja, ik ben heel erg bedankt voor de vlog. Voor het kijken. Heel erg bedankt voor de vlog, jongens. Nee, ik slaap nog een beetje. As you can notice. Ik heb mijn koffie nog niet gehad. Dan gaat het helemaal fout. Nee, maar heel erg bedankt. Ik vond het weer enig. Ik vond het echt weer een superleuke vlog. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je girls zeker niet te supporten. Abonneer, like, deel. De hele shebang. Doe het. Dankjewel. En tot de volgende keer. Doei doei.